kunnen sneller dan ik dacht. Ik dacht dat ik nog een glas water moet drinken, maar we zijn kennelijk begonnen. Hooggeëerd publiek, van harte welkom bij Literatuur Late Night. Het is 2 maart 2012, een ramvolle editie. Hartstikke goed te zien dat u er allemaal bent, dat u in zulke grote getalen bent opgekomen. Dit is nou bijna een unicum. En u bent erbij bij dat unicum en u heeft dat unicum zelf veroorzaakt. Nou, het kan niet mooier dan dat. Ik neem aan dat ik de reden ken van uw massale aanwezigheid. Dat is natuurlijk dat we dit keer te gast hebben een nog niet bekendgemaakte muzikant. Want normaal gesproken, ja, dat is zo. Normaal gesproken zetten we dat altijd groot op de flyer wie het is. Dit keer, dat krijg je ervan. Ja, dat is even schrikken natuurlijk. Nee, ja, normaal gesproken zetten we dat dus groot op alle flyers. Dit keer mocht dat niet, want de artiest in kwestie heeft allemaal verplichtingen. Elders contractueel allemaal dood en dood eng. Maar toch heel erg tof dat u allemaal speciaal voor haar bent gekomen. U gaat straks genieten. U heeft er misschien al herkend van De Wereld Draait Door of wat u allemaal in uw vrije tijd kijkt. We hebben hier straks te gast voor u, Eefje de Visser. Dat is ons cadeautje aan u. En hoe reageert u daarop? Precies. Ik vond de reactie eigenlijk net iets leuker. Maar als u wilt wil applaudisseren, dat is u goed recht. Sterker nog, dat is ook aan te bevelen. Het is namelijk zo dat wij, zoals alle keren, echt mega hip zijn. Daartoe, om dat te bewijzen, hebben we van die rare apparatuur hier hangen, van die robots, die filmen. Er zijn hier camera's aanwezig, die bekijken de boel van alle kanten. Daar wordt u stil van, merk ik. Dat is nadrukkelijk niet de bedoeling, dat u daar stil van wordt. Het is zo dat mensen thuis kunnen kijken naar Literatuur Late Night. Kijk, u bent zo goed geweest om gewoon de deur uit te gaan en naar buiten te gaan. Die vreselijke horrorwinter te trotseren. En u bent hier gekomen. Er zijn ook angsthazen die zitten thuis. En die kunnen de illusie hebben dat ze alleen zijn bij het kijken. Dan zitten ze achter een computer te kijken en dan, ja, in eenzaamheid. Om dat gevoel, precies dat gevoel van, een beetje te verlichten. Is het aan u om zo nu en dan gewoon luidkeels te laten blijken dat u er bent? Dat kunt u op verschillende manieren doen, maar de meest geëikte is eigenlijk lachen of applaudisseren. Allemaal toegestaan, liefst wel een beetje gedoseerd, niet dwars ergens doorheen. Als het past om te lachen, lacht u. Als het past te applaudisseren, doet u dat. Afgesproken? Heel goed. Ik heb al aangekondigd, onze muzikant van dienst. Ik ben ook heel erg vereerd om te kunnen zeggen dat wij nog 2 gasten hebben. Dat zijn Mensje van Keulen en Kees van Kooten. Verder, zoals elke maand, hebben wij de literaire agenda. En dan tot slot, waar u natuurlijk eigenlijk voor komt, is de quiz. De prijsvraag. U kunt hier de boeken winnen van de 2 gasten. En dat zijn deze Hartstochtjes van Kees van Kooten en u kunt winnen. Liefde heeft geen hersens van Mensje van Keulen. Dus als u die wilt u wel hebben. Die andere moet u niet aan denken. Nou, is dat voor gedrag? Begint dat nou al? Jongen. Let extra goed op, want het zou zomaar kunnen dat vragen die ik stel straks in die quiz weer naar voren komen. Kleine kans, want die quiz is al lang gemaakt en mijn vragen gaan alle kanten op. Maar u weet maar nooit. Ik stel mijzelf nog voor, dan kunnen wij beginnen. Mijn naam is Oscar Kokke. Ik heet u hartelijk welkom bij Literatuur Late Night. En wij beginnen deze Literatuur Late Night met de gast Mensje van Keulen. Ik wil haar dolgraag naar voren vragen en uiteraard een applaus. Mensje, welkom. We hebben hier glazen water. Is er iets anders wat je blieft, iets anders te drinken? Nee hoor, ik hou het lekker op Haags water. Ja, zeker weten. Er is altijd goed water uit de duinen, dat weet ik nog wel. Ja. Alsjeblieft dan, ja, volgens mij is het echt Haags spa blauw. Dat is heerlijk. Is ook goed. Ja. Ik stelde die vraag naar de drank ook wel enigszins inhoudelijk met de verbintenis naar het boek. Want hoofdpersonage Romy zuipt zich op een gegeven moment een stuk in de kraag. Het is altijd de vraag hoe autobiografisch zo'n boek is, maar zit dat daar al? Nou, ik wil niet ontkennen dat ik s'avonds wel eens wat drink, ja. Maar in dit geval gaat het om, Romy is een van de 2 hoofdpersonen. En
Ze heeft onder andere werk als gastvrouw op een kerkhof. En in het begin van het boek is er een zodanige omstandigheid dat ze, nou ja, er wordt een mevrouw doodgevonden, haar buurvrouw, laat ik het maar meteen zeggen. En zij verdenkt haar zoon. Dat vindt ze vreselijk, dat ze die gedachte bij haar opkomt. Maar dat is natuurlijk een heel onplezierig gevoel voor haar. En als ze dan 's middags weer teruggaat naar die buurvrouw in die flat, ja, dan heeft ze bij die begrafenis van die dag heeft ze wat sherry die nog in de koelkast stond gedronken. Omdat ze dan wat meer durf heeft. Maar ik drink geen sherry en zeker niet 's middags. Dus er is niks autobiografisch aan. Nee. Kijk, is dat opgehelderd. We gaan het uitgebreid hebben over je nieuwste roman Liefde heeft geen hersens. Maar voordat we beginnen met een heus interview, in bijna elk interview dat je de afgelopen tijd hebt gehouden, ik moet trouwens mij eerst verontschuldigen of iets expliciteren, ik begin hier al te tutoyeren, dat hebben wij vooraf afgesproken, dus niet dat u denkt van het lijkt Rutger Kastricum wel of zo. Dit is een afspraak en dit wordt gedoogd, toch? Ja, wat me trouwens binnenschiet, want ik vind het heel aardig om weer in Den Haag te zijn. Het voelt voor mij ook als een première, omdat het boek nog maar kort uit is. En ik er nog niet voor het publiek echt uit heb voorgelezen ook trouwens. Maar nu dat woord tutoyeer zegt, schiet mij ineens te binnen. Ik woon in de Fultonstraat, zo'n echte volksstraat. En een van de moppen in het portiek was ooit, die ging over tutoyeren, schiet me. Nou, kijk, als je oud bent, dan krijg je soms ineens dat soort herinneringen. En dat ging dan zo. Jongen vroeg aan het meisje, mag ik je tutoyeren? En waarop zij zei, dat is goed, maar niet in het natte gras. Zo, zie je, dat komt alweer even over. Nee, ik stel voor dat we de rest van de avond gewoon blijven moppen tappen. Nou, verder schiet me niks binnen, maar mocht het gebeuren. Mocht iemand een mop hebben, meld u. Geen enkel probleem. Maar waar ik over wilde beginnen, een interview, in vrijwel alle interviews die je hebt, laat je ontvallen dat je een bloedhekel hebt aan interviews. Ja, ja, en daarbij haal je dan een citaat aan van onze grote vriend Nabokov. Ja. En wat heeft Nabokov beweerd? Nabokov die stopt op een gegeven moment met interviews en wel. En dat legde hij inderdaad in één regel uit. Hij zei, als ik interviews geef, begin ik als een kleuter te kraaien. Ja, dat kan je krijgen. Tot op heden gebeurt het nog niet, hoop ik. Maar hij begon altijd moppen te vertellen, heb ik gehoord. Nee, nou, kleuters kunnen ook moppen vertellen. Je weet hoe leuk die kunnen zijn. Maar ik begrijp het wel, want je hebt natuurlijk een heleboel vormen voor interviews. Maar soms is het zo dat je wil dan de interviewer ter wille zijn. Dan ga je steeds verder, je vertelt steeds meer onzin. Of je denkt, ja, anders wordt hij ongelukkig en dan gaat hij vervelend naar huis. Hetzelfde is, daar had ik het nog met Van Cote over. Met fotografen, die moet je dan ter wille zijn. En op een gegeven moment staat je meubilair aan het andere eind van de kamer. En je moet op de grond liggen, zo. En het is vreselijk. Of je moet naar buiten, je vat kou. En die willen ook altijd van alles van je. Maar dat kan dus heel vervelend zijn met interviews. En zeker als ze, kijk, gesproken, dat gaat nog wel. Maar als je dan dat erna gedrukt ziet, dan is het zo vaak anders. Ja. En toch blijf je ja zeggen? Nou, dat doe ik voor de meisjes van de PR, van de uitgeverij. Ach. Ja. En niet verder, alles. Maar het is zo banaal als dat, is het? Nou ja, je mag het tegenwoordig ook wel lezen hoor, als je iets gedaan hebt. Alleen worden alles wat je dan uithaalt aan fouten, wordt niet altijd verbeterd. Dat is wel weer vervelend. En ik weet ook wel dat die dingen altijd vluchtig zijn en het wordt ook wel weer vergeten. Aan de andere kant, tegenwoordig staat veel op internet. Dus, ja, het schijnt ook dat dit. Maar het is ook wel weer aardig. Kijk, vroeger was dat minder belangrijk. Want ik schrijf natuurlijk al heel erg lang. Net als Kees. Hè, en dan hoefde dat helemaal niet. Dan hoefde je niet voor je boek te staan. Dan deden die boeken ertoe. En nu is het vaak zo dat de schrijver er echt voor staat. Hoe ging dat bij Brekers Zomer? Dat is in 72 nou, ik weet zelfs nog dat in 72, ik heb geloof ik maar één interview gegeven aan Bibeb toen. En ik weet nog dat Sonja Barend toen al televisie deed en dat ze me echt belde en dat ik echt weigerde. Zo bang was ik. Ja. Als de dood voor Sonja Barend. Nee, voor gewoon om te verschijnen. Om te verschijnen. Dus, wat een merkwaardig interview is dit interview. Nou ja, bij het research heb ik even rondgekeken op internet. Dan kom ik dan, want ik had om 5 uur wel wat te doen, dus moest het later zien, zag ik Omroep Max.
Tijd voor Max, daar was je te gast. En ja. Zij probeerde ook een beetje je op gemak te stellen. En hoe deden ze dat? Door allerlei citaten rond te strooien, want ze hadden wat vrienden gebeld. Ja, ja. Helemaal buiten mij om. Ik wist van niets. Ik zou nooit een nummer van iemand geven, maar ze hadden inderdaad, ze hadden Kees gebeld, ze hadden Wanne Reijzen gebeld. En daar hadden ze een uitspraak van, dus die noemden ze dan. Maar later hoorde ik ook dat ze hadden Siebeling gebeld, ze hadden Maarten het Hart gebeld. En dat hebben ze allemaal niet gebruikt. Oh. Ja, dus die hebben zelf voor niks zitten kijken. En dus, het is niet zo erg hoor. Het zijn allemaal 65-plussers, die hebben allemaal tijd. Dus, maar Kees heeft met heel terecht zitten kijken, want hij werd genoemd. Nou, Kees zat in Frankrijk, ik denk niet dat hij dat gezien heeft, maar hij weet wel wat hij gezegd heeft. Want hij heeft gezegd, Mensje en ik, wij kunnen lezen en schrijven. En, daar moet ik hem eventjes erbij pakken, wat was het? Mensje van Keulen is de enige vrouw met wie ik in het plat Haags kan lachen dat ik van mijn stoel val. Of kruk, daar wil ik van afwezen. Nee, ik kan huilen van het lachen. Huilen van het lachen was het. Dat was het, geloof ik. Maar Kees, ik weet niet of hij er is. Ja, ik mag het toch leiden? Of hij er nog is, want ik zag hem ineens niet meer. Maar, Kees, dat huilen van het lachen. Ja. Is dat waar? Ja. Oh ja. Oké. Okay. Ja. Sinds jullie weg zijn uit Den Haag, is het echt huilen van het lachen. En daar word je steeds Haagser van op sommige momenten. Ja. Nee, want je mist het ook. Dus, het is zo. Nee, het is echt heel wonderlijk dat dit hele boek in Den Haag ook speelt. Ja. Dat kan ik dus niet. Ik heb het niet kunnen laten. Dus, nou, Kees snapt dat wel. Ja. Nou, kijk, nu komen we ergens. Vraag uit het publiek, waarom wordt... Ja. Ik had mijn school gedaan en ik deed wat academie. En toen wou ik naar Engeland. In die tijd was Engeland heel populair. En toen had ik daar een jaar gezeten. En ik was met een jongen uit Den Haag. En die kreeg een baan in Amsterdam. En ja, en daar kreeg ik een zoon. En waar je kind krijgt, daar blijf je. En liefde heeft geen hersens. En ik hou ook van Amsterdam, kan niet anders zeggen. En liefde heeft geen hersens. Waarom? Ja. Want het wordt terecht aangestipt. Het boek Liefde heeft geen hersens speelt zich af in Den Haag. Vrij letterlijk. Er worden straatnamen genoemd. Ja. We kunnen met die straatnamen kunnen we ook reconstrueren welke begraafplaats het moet zijn geweest. Nee, de straatnaam van de begraafplaats wordt niet genoemd. En ik heb zelfs een andere naam genomen. Franciscus? Sint Franciscus. En het verbaast me ook dat er geen begraafplaats is die zo heet. Want dat is nou echt een dierenvriend. En als je op een begraafplaats bent, dan zie je altijd heel veel vogels. En Franciscus, dat is echt een heilige die met vogeltjes op zijn schouder altijd wordt afgebeeld. Hij kon ermee praten, dus dat wil je nog meer. Als je dit van de doden ook niks dan goed, dus als je vogeltjes en doden... Het verbaast me dat er niet zo'n kerkhof is. Gaat dat gemompel rond maar in de zaal? Maar ik moet zeggen, het lijkt op Sint-Petrusbanden, want het is een heel mooie kerkhof. Kijk, en die hebben we hier... Dat is precies, daar lijkt het op. Maar waarom moest dit verhaal over de dood, over een vrouw die als poetster werkt bij een begraafplaats, bij een uitvaartcentrum, bij mensen thuis, daar die dode vrouw plotseling ontdekt. En heel veel rumoer in haar leven heeft met getrobleerde familiebanden, met een huismeester die heimelijk verliefd op haar is. Waarom moet dat verhaal per se in Den Haag en ook nog letterlijk in Den Haag zich afspelen? Want het had natuurlijk ook een niet nader genoemde stad kunnen zijn. Op zich kan het verhaal wel overal spelen. Want tenslotte, dat liefde geen hersens heeft, dat geldt voor alle mensen. En dat de moeder van haar kinderen houdt, geldt voor zoveel moeders. En dat iemand zoals de huismeester heimelijk verliefd is op iemand die 5 hoog woont, dat kan ook overal gebeuren. Maar dat je echt zo'n contrast hebt... van een wijk als Transvaal ten opzichte van het Statenkwartier bijvoorbeeld. Dat is iets wat ik heel Haags vind. En dat dan in het Statenkwartier bijvoorbeeld de moeder van de huismeester Hardo, want hij is van goede komaf, maar hij wil toch liever dit baantje dan zijn oude werk als jurist. Dat hij liever dus als huismeester daar zit terwijl zijn moeder dan... Ja, dat is iemand die xenofobisch is, die echt... bang is voor al is er maar een krantenjongen die donker is, zal ik maar zeggen. Terwijl er daar niks aan de hand is. En waar Romy woont, is nou juist wel van alles aan de hand. Hè? Al die winkeltjes, we kennen dat wel daar in die buurt. Maar die klaagt nergens over. En dus dat hele contrast toch
eenvoudige mensen en rijkere mensen, wat ik in mijn jeugd ook altijd ervoer. Dat is in Den Haag heel sterk. En is dat wezenlijk anders dan in Amsterdam? Ik vind, dat is veel meer zo, omdat Amsterdam een veel meer gemengde stad is, waar je toch meer toerisme hebt en een grote studentenpopulatie. En waar juist mensen vanuit overal Nederland naartoe komen. In Hagenaar, Hagenezen blijven meestal wonen in hun plaats, Rotterdammers ook. Dus het blijft veel meer echt bij die stad horen. En ik vind die contrasten inderdaad, zo'n residentie ten opzichte van toch ook een vrij grote onderklasse, die is heel sterk. En in mijn jeugd ervoer ik dat ook toen ik op een hele keurige middelbare school kwam met meisjes van goede kom af, die echt in hele andere huizen wonen dan ik. Ja. En later heb ik met Kees ook over gehad. Wij kenden die term zand en op het zand of op het veen wonen, kennen we niet. Maar het was wel waar. Als je nu ziet dat die scheidslijn daar loopt. Ja, het is een beetje rafelig, het is niet overal zo. Maar die is er wel. En mijn moeder was iemand die zelf op de 12e van school werd gehaald en in dienstbetrekking gedaan. En die kwam uit de Makaaistraat die nu gesloopt is. En die werd echt ook in zo'n gegoede buurt, waar ze in feite toch ook haar opvoeding aan te danken had. Dus, ja, ik vind is het waar? Is toch een is wel Haags, hè? Ja. Ja. Blijkbaar. Ja. Ik heb geen idee. Je kan me alles op de mouw spelden nu. Okay. Maar is dat, zou ik ook zeker doen. Ik grijp die kans. Maar is dat zo dat dan dat zit in je bloed en dat sluimert altijd en dat moet op een gegeven moment in een boek? Nee, want dit verhaal is toch echt, het is fictie. De geuren en kleuren, nou ja, emoties, wat dan ook. Dat is natuurlijk allemaal wel iets. Dat zijn allemaal dingen die herkenbaar zijn voor de lezer, maar die dat ook voor mij zijn. Maar het is fictie, het is een verhaal. Er gebeurt natuurlijk van alles in, waardoor mensen confrontaties hebben, hè, waardoor er verdachtmakingen zijn. Het is een groot Cluedo-verhaal eigenlijk. Want ook. Die vermoeden moord. Ja. Want het is zo, die vrouw die ziet een bejaarde dame in de stoel zitten, die is dood, heeft een verkrampt gezicht, dus bij haar gaat er een kwartje vallen, ze zal wel vermoord zijn. Zou kunnen. Ook daar is ze niet eens zeker van, maar vanaf het moment dat heeft postgevat, verdenkt ze haar zoon, en dan is het zoeken naar heeft hij het daadwerkelijk gedaan, en roept ze hulp maar in. Maar de huismeester denkt weer dat Romy, de moeder van die zoon, had gedaan, en zo krijg je steeds meer verwikkeling. En ik weet van de uitgeverij dat er al mensen zeiden van die heeft het gedaan. Anderen zeiden nee, die heeft het gedaan. En toen zei ik in de mail van de week dat ik wist wie het gedaan had. Toen zei ze, dan moet je dat wel vertellen. Maar dat doe ik niet. Nee, want als je de politie zal je ook kunnen zeggen dat de meeste misdaden niet worden opgelost. Hè? Dus ik laat het aan de lezer om te bedenken wat eruit komt. Bovendien gaat het daar ook niet echt om natuurlijk. Het gaat veel meer om wat die mensen allemaal aan achterdocht ook hebben. En op wat voor wonderlijke manier ze van een ander kunnen houden. En wat er in een paar dagen in een paar mensenlevens kan gebeuren. Hè? En je leert natuurlijk wel meer van die mensen, hun omstandigheden en van hun verleden. Maar in feite speelt die geschiedenis echt zo achter elkaar zich af. En ook echt in de tegenwoordige tijd, waardoor je het nog meer spannend, die detective wordt. Ja. Ja. Maar waar begon dan dit verhaal? Waar begon het bij jou te borrelen dat je dacht, dit wil ik uitzoeken, dit wil ik benoemen, hier wil ik een roman van maken? Nou, dat komt altijd uit zo'n terrein, dat is zo duister, dat weet ik niet. Ach, kom. Nee, bij alle boeken weet ik dat niet. Ik weet van mijn eerste boek dat ik het maakte, omdat ik toen een aantal verhalen had geschreven en een uitgever wilde die bundelen. En toen wilde een andere uitgever ze ook hebben. Dat vond ik toen zielig voor die ander. En toen heb ik voor hem mijn debuut geschreven, Bleke Zomer. Maar dat weet ik nog. Maar de andere boeken, je bent iets aan het maken en soms krijg je een inval of een beeld alleen maar. En dan noteer ik dat en dan weet ik, nou later kan ik daar iets mee in een verhaal of een roman. En op een gegeven moment is de tijd rijp en dan ga je schrijven en dan hoop je dat je dat tot een goed einde brengt. Ja. En het is niet zo, er zijn verschillende ingangen. Een zin in dit boek is, het schijnt dat moeders zich heviger van hun eigen sterfelijkheid bewust zijn als de kinderen het huis uit zijn. Nou geloof ik dat jouw kind al lang het huis uit is, maar is dat... Ja, maar die zin die haalt mijn hoofdpersoon aan omdat ze die gelezen heeft en ze vindt dat een vrede conclusie. Dus ze is daar niet echt mee eens.
Nee. Maar het is ook een gedachte die bij jou als schrijfster ooit... Nee, dit is iets wat je ook een keer leest en dat kan je dan, dat gebruik je dan. En dan, dat komt in haar geval goed uit, laat ik het zo zeggen. Want ze spreekt, ze is in dit geval inderdaad dan bij die vrouw weer binnen en dan praat ze alsmaar terwijl ze dat... Ja, lijk vindt ze een naar woord, dus ze zegt dat dode lichaam dan weer een beetje opkalevatert, zodat het er niet meer zo eng uitziet. Zodat als iemand anders dat lijk zal zien, niet direct zal denken aan moord. En nou ja, dan verklap ik alweer wat, dat moet ik natuurlijk niet doen. Maar de vraag is nog steeds, waar komt het vandaan? Voor jezelf zeg je, van ja, het is zo schimmig, nee, zijn allemaal fictie kleine... kan je niet uitleggen, dat kan je niet uitleggen. En dat is heel wonderlijk, want ik heb ook naast de romans en de verhalen ook een aantal kinderboeken geschreven. En dan vinden mensen het heel normaal als je dat allemaal kunt verzinnen. Als je dan ineens een hele familie van vampiers weet te beschrijven. Of een kinderhater die de gekste dingen uithaalt, die in feite al helemaal niet kunnen bestaan. Vinden ze dat normaal als je dat kunt verzinnen. Maar als je een ernstige, realistische roman schrijft, dramatisch of wat dan ook, dan komt dat toch uit diezelfde fantasie voort. Maar ik vraag daarom ook niet per se naar iets autobiografisch, maar naar een fascinatie. En dan kom je natuurlijk weer jaren om op de dood en op de liefde en zo, ja. Ja, nou, die dood, in veel romans hebben de dood en de liefde natuurlijk een rol, daar is niks nieuw aan, hè. Maar waarom wilde je daar eentje aan toevoegen? Wat wilde jij zelf? Nou nee, ik vond het wel de moeite waard om haar beroep als gastvrouw op een kerkhof, om daar iets meer mee te doen. En dan een aantrekkelijke vrouw ook. En het feit dat ze zelf weduwe is en dat ze van een man heeft gehouden van wie ze misschien maar niet had moeten houden. En dat kom je ook allemaal nog te weten. En hoe dat kan gaan met kinderen die de deur uit zijn en wat je daarvoor voelt. En hoe mis het kan gaan als je dochter met een man is die je echt verschrikkelijk vindt. En niet alleen omdat hij 190 kilo is en van zijn nek tot zijn enkels onder de tatoeages zit. Maar dat kan allemaal. Mensen kiezen zo vaak de foute partner uit. Het is allemaal zo menselijk als wat. We hebben even een plaatje van iemand die getatoeëerd is. Ja. Deze is veel erger. Dit is nog beschrijf. Hier is nog een heleboel huid zichtbaar. Het valt nog reuze mee. En bij Tom, de geliefde van de dochter, is het helemaal... Helemaal een pak, ja. Helemaal een pak. En zijn armen en benen hangen eruit als zeeleden. Maar dan helemaal blauw. Zo. En je had zin om al die ellende... Nou, ik vind dat wel mooi ook. Je kun je ellende noemen, maar als je schrijft en je krijgt dat uit je pen, dan is ook als dingen triest zijn, kan je dat toch, dan kan je toch een geluksmoment hebben, omdat je het uit je pen krijgt. En als lezer is dat misschien ook wel zo. Ik heb zelf wel, als ik romans lees die dan een veel te happy ending heeft, dat ik daarna juist een katerig gevoel krijg. Bij de opera ook, die moet niet ineens goed aflopen, want het is veel mooier als dat dramatisch en met een zwaar einde, heerlijk, een beetje huilen, erbij, daar knap je juist van op. In veel interviews hamer je er zelf ook op om te zeggen van het is niet alleen maar kommer en kwel, nee. Het is ook, nou ja, het is... Ja, maar het is wel een realistisch boek natuurlijk. Ja. En hoewel je ook weer kunt zeggen, ja, maar in een boek lees je in een aantal uren uit en dan weet je heel veel van die levens en daardoor... Maak je er toch een essentie van? Hè? Is het natuurlijk veel meer dan zomaar een verslag van mensen maken, natuurlijk. Maar er moet altijd wel iets licht in zitten. Iets als een beetje frange humor. Maar ja, verder is het. Zijn er genoeg pagina's waar je me misschien wel bij kunt huiveren? Ja. En tragicomisch is het. Ja, en tragisch ook. Kan je iets voorlezen? Het is een première. Het is première. Daarom, dus ik hoop dat het lukt. We gaan er even stevig voor zitten. Ik dacht net toen ik je van tevoren even zag van ik ga van iedere liefde een heel klein stukje laten horen, maar dat is toch wat verwarrend en dan moet ik toch meer over die personages uitleggen. Dus ik denk ik neem een ander stukje uit een begrafenis. Ik dacht nou kijk dat kan je dan bijvoorbeeld doen. Je beschrijft een begrafenis. En dan kies je daarvoor als dode bijvoorbeeld een acteur die een beetje aan lage wal is geraakt.
En nou ja, die wordt dan begraven en dan staan er allemaal mensen omheen over hem te praten. Ik zal maar een klein stukje van lezen. Dus er is al een heleboel over die man gezegd. Is dat ongeveer goed? Zo ongeveer zo iets meer twee bladzijden? Lijkt me kan perfect. Dat? Ja, oké. Nou, we vallen daar wel middenin. Hè? Dus Romy, de gastvrouw, die vertelt dit dan, als het ware. En dan vertelt ze ook bijvoorbeeld, begint hier met Lex en Marco. Dat zijn dan de jongens die op de begraafplaats werken. Lex en Marco hebben hun zwarte pandjesjas, hoed en stropdas in de schaftruimte achtergelaten. Marco heeft het bovenste knoopje van zijn hemd openstaan. Dat kan bij deze begrafenisgasten. Ik denk dat ze niet eens in de gaten hebben dat de jongens tot de dragers hoorden. Niets van de kapel naar het graf, die taak rustte zoals vaker gebeurt op mannelijke familieleden en vrienden. De acteur heeft hier niet opgebaard gelegen, maar ik heb een glimp opgevangen van zijn foto op de kist. Een grimmig lachende kop met een slordige witte snor en sik onder een baseballpet die duidelijk moet maken dat hij zich niet zo oud voelt als hij eruit ziet. Ik zet een schaal met broodjes neer en meteen zijn er de uitgestoken armen en weggrissende handen die me bij zoveel gretigheid altijd aan een immense octopus doen denken. Ik heb het wel weer gezien, zegt een vrouw die ik herken van een tv-programma rond zieke kinderen, tegen een vrouw met een roze muts en rode ogenschaduw. Ze doet haar broodje open en klapt het weer dicht. Ik kies voor crematie. Ik wil niet dat ze later langs me lopen als ik in zo'n gat lig. Dat ze dan zo'n schepje zand op me gooien. Plof, zo van ga jij er maar onder lekker liggen rotten. Terwijl ik hierboven blijf en nog lang en gelukkig leef. Dat is nou echt het onderspit delven en dat kun je toch maar beter voorkomen. Of je moet Nicolas Cage zijn. Heb je die foto gezien van de tombe die hij alvast heeft laten bouwen? Een piramide, helemaal wit. Peter, dat is de acteur. Peter ligt anders wel in een saaie kist, zegt de ander hangend aan de staattafel. Tegenwoordig kunnen ze daar toch van alles mee. Je kan hem laten beschilderen, je kan dat zelf doen, je kan dingen erop plakken. Naakte lijven, daar hield hij van, de oude beer. Er was wel wat meer, zeg. Het landschap bij zijn Franse huis bijvoorbeeld, witte koeien. Zijn zwembad, gewoon alles blauw met bladeren en dode insecten. Want daar zat het vol mee toen ik er een keer logeerde. Ze dreven zo je mond en haren in. Ze hadden een wijnkistje, zo een van ruw hout met nietjes, weet je wel, in het groot kunnen maken. Of gewoon helemaal bordeauxrood schilderen. Er wordt besmuikt gelachen. Ik weet van een man die in het zijspan van zijn motor is begraven. Geef mij dan toch maar een kale kist. En dan geen bloemen erop, maar klim op. De man naast ze zegt kauwend. Zalig zijn de armen van geest, want hun is het koninkrijk van de hemel. Bier, roept een zware stem. Waar is het bier? Waarom is er geen bier? Het spijt me, meneer, zegt Marco. Hij kan stemmig kijken met dat lange gezicht, waarin de wenkbrauwen en wimpers zo wit blond zijn als zijn haar. Wat is dit voor een tent? Het spijt me, zegt Marco. En wie denk jij wel dat je bent? Ik zal je zeggen wat je bent, jij. Jij kan zo in een horrorfilm in 3D, zonder schmink. Kom hier, Jacques, een schrille vrouwenstem. Sta je weer lullig te doen tegen het bedienend personeel? Iemand zegt, daar is Pip. Pip is de weduwe. Het gaat rond, de toon bedaart. De weduwe treedt wankelend binnen aan de arm van een jonge man. Ze maken ruimte voor haar, maar ze loopt opzij naar de tafel met de wijn, pakt een glas, drinkt het in één teug leeg, pakt een volgend glas, neemt het mee, valt een vrouw om de hals, laat het glas glippen. Benen ontwijken de scherven, er klinkt gesis en gegrinnik. Een zakdoekje wrijft over een enkel. Arme schat, zegt iemand. Ik sta er al met een keukenrol en veger een blik. Nou, het is zomaar een stukje. Een première. De première van de tekst. De première, ja, ja. Nou, volgens mij viel dat in goede aarde. Maar dit is de mix van humor en ellende in één. Hoe dat geschetst wordt, ook in de rest van het boek, gewoon in een flinterdun zinnetje, in één keer wordt de relatie beschreven met haar overleden man, die haar een... Wat stopte ze? Nou, eerst, ja, er staat in één zin, ja, eerst de galante man die
Nou, het staat er beter dan ik me nu herinner. Ik zeg altijd mijn hele boek uit mijn hoofd kennen, maar nu kom ik niet helemaal meer. De een zo galante man die hij was, die in ons glimmende schroefjes voor me afwoog, werd de man die een pannenlamp in mijn mond propte. Ja. Dus het staat er ineens een heel huwelijk wel in een zin. Ja, ja. Ja. En volgens mij is dat tekenend voor dit boek, hoe dat soort zinnen elkaar afwisselen, hoe het van iets tragicomisch in één keer als een vuistslag in het gezicht komt. Dat gebeurt ook, ja. Ik wil je heel hartelijk danken, maar nog één vraag tot slot. Die titel, Liefde heeft geen hersens. Ja. Je hebt gezegd dat het een strofe is uit een opera die je ooit een keer hebt gezien. Ja. In boventiteling zag je die letters voorbij komen en dat is ergens in je bloed gaan zitten. Maar je hebt nooit meer kunnen herinneren welke opera dat was. Nee, en ik zag het een jaar of 15 geleden en dat is erg prettig dat je bij arias waarvan je anders denkt van, oh, dit is vast heel tragisch en dan blijken ze komisch of andersop. Dus als je het vertaald ziet, dan weet je waar het over gaat. En die woorden, die sprongen eruit en die zijn echt blijven hangen. En ik vind het ook beter bijvoorbeeld dan Liefde maakt blind. Dat zou ook een beetje clichématig zijn als titel, maar Liefde heeft geen hersens. Ja, ik geloof dat je gelijk weet wat daarmee bedoeld wordt. Liefde is blind is alleen maar zo, maar Liefde heeft geen hersens. Ja, nou ja, wat er allemaal mee... Dat wordt wel een beetje verklaard, geloof ik. Hoewel mijn andere hoofdpersoon aan het eind van het verhaal, of vlak voor het eind, zegt dat hij de liefde hersens geeft, op zijn manier. Maar dat klopt ook niet helemaal. Dus, maar die mooie zwarte kat, die speelt ook nog een rolletje trouwens. Dus het hele omslag klopt. Maar je bent er nog altijd niet achter uit welke aria die tekst komt. Nee, ik denk dat het Rossini is. Het moet haast wel. Maar iemand bij wie een belletje gaat ringen, wil je het weten eigenlijk? Nou, het zou wel aardig zijn, maar het zal wel Italiaanse opera zijn, denk ik. Lijkt me wel, maar... Ik heb me kapot gegoogeld in alle vertalingen. Helpt helemaal niks. Ja, helpt niks. Ja, misschien was het wel een foute vertaling, maar dat geeft niet. Ja, waarschijnlijk. Had ik er toch wat aan. Dus het hart heeft geen hersens. Ik heb alles geprobeerd. We komen er niet achter. Ja. Mocht iemand het weten, meld je. Ook voor de kijkers thuis. We gaan het gewoon via de uitgever aan je laten weten als we het hebben ontdekt. Okay, ik wil je heel hartelijk danken. Dank Mensje van Keulen. En dan is dit altijd het moment voor de literaire agenda. U mag meeschrijven, pak pen en papier, pak uw agenda erbij. Of kijk straks op de website literatuurlatenight.nl. Wij gaan naar de literaire agenda van de maand maart 2012. En wij beginnen volgende week, 9 maart, met de literaire manifestatie. Een opwarmertje voor de boekenweek in het theater aan de parade in Den Bosch is dat. Charlotte Mutsaars, Tommy Wieringa en Adriaan van Dis treden daar speciaal voor u op. www.theateraandeparade.nl. 10 en 11 maart hebben we de stripdagen. Dat is in Gorinchem jaarlijkse manifestatie rond het beeldverhaal. Dit jaar in het teken van Martin Toonder. Stripdagen.nl. En dan, u weet het natuurlijk al lang, vanaf 14 maart de boekenweek die niet een week duurt, maar 10 dagen. Hoogtepunt van het literaire jaar, 77e editie inmiddels al. Met als thema vriendschap en andere ongemakken. U krijgt dit jaar, als u genoeg geld aan boeken besteedt, het boekenweekgeschenk cadeau van Tom Lanois. En u kunt kopen het essay van Nico Dijkshoorn met als titel Verder alles goed. Boekenbal natuurlijk, van alles en nog wat. U kunt vast en zeker weer opnieuw gratis reizen met een boek. Maar er zijn natuurlijk allemaal manifestaties in het gehele land. Laten we beginnen met Border Kitchen op 15 maart. Adam Johnson treedt daar op. Interview door Henk van Straten, die het magnifieke boek Superlul heeft geschreven. Dat is in de Weimarstraat hier in Den Haag. Borderkitchen.nl. U kunt ook afreizen naar de Nieuwe Vorst in Tilburg voor Tilt. Dat is op 17 maart. Een nieuw festival, tweede editie pas. Robert Vuijsje treedt op, Hanna Bervoets, Renske de Greef, Arthur Umgrove, Marente de Moor, de ACO Literatuurprijs winnares. En daar hebben we hem opnieuw, Henk van Straten. 21 maart, Sprakeloos.
Tom Lanois, de auteur van het Boekenweekgeschenk, brengt de monoloog Sprakeloos op de planken. Gebaseerd uiteraard op de roman Sprakeloos. En dat gaat plaatsvinden in Theater Carré. En dat is uiteraard in Amsterdam. Literatuur Late Night, we hebben een speciale editie. Normaal gesproken zijn wij elke maand. Nu hebben we er eentje tussen gevoefeld. En wel op 22 maart. Hier in deze bibliotheek hebben wij te gast Jan Siebelink. En hij praat over zijn nieuwe roman met de prachtige titel Oscar. Dan 24 maart, de slotmanifestatie van de Boekenweek. Schrijvers zoeken vrienden. Hebben we Tom Lanois weer te gast. Franka Treur, Tommy Wieringa, Willem-Jan Otten, Nico Dijkshoorn, Joost Zwageman, Leon Verdonschot. En dat alles in Deventer in de grote Libuniuskerk. Ja, nou ja, goed, dan weet u dat. Schrijverszoekenvrienden.nl. Ik vertel u ook nog welke nieuwe boeken u kunt verwachten. U kunt naar de boekhandel rennen voor het nieuwste roman van Peter Verhelst. De allerlaatste Kara ter wereld verschijnt bij uitgeverij Prometheus. Dan bij uitgeverij De Bezige Bij komt de roman van Joost van de Kastelen, Massa. Hij is de gast 22 maart hier bij Literatuur Late Night. Dromen van Schalkwijk is de nieuwe roman van Victor Schieferli. Bij de Arbeiderspers verschijnt dat. En hij gaat te gast zijn bij Literatuur Late Night op 13 april. Bij Nieuw Amsterdam verschijnt de roman Hou Me Vast van Hans Munsterman. En Elvis Peters schreef dinsdag wat gaat verschijnen bij het podium. Dat zijn in onze ogen de belangrijkste boeken van de maand maart. En ik vertel dus nog één keer, zodat u het goed in uw agenda kan schrijven, Literatuur Late Night op 13 april met onder andere Victor Schieferli. U kunt het noteren, u kunt ook kijken naar de website. En dan is het, zoals elke maand, tijd voor muziek. Ik ben heel trots op het hele programma van vanavond. Ik ben ook erg trots op deze muzikanten uit Utrecht. Zij won de grote prijs van Nederland. Zij debuteerde vervolgens met het album De Koek. Werd vervolgens graag gezien een gast bij De Wereld Draait Door. Met eigen optredens, maar ook in de items DWDD Recordings. En laatst nog met liedjes van hoop en troost voor Johan Frieso. Zij trad op Oerol, Lowlands, Into the Great Wide Open, Noorderslag. En bracht afgelopen maand een DVD uit met opnames van haar live optredens. Laat ze precies zien waarom ze al die mensen zo fantastisch kan overtuigen met haar eigen optredens. Nu gaan we er met eigen ogen en oren naar kijken en luisteren. Dames en heren, Eefje de Visser. Thank you.
de bomen in Rome. Tot in de morgen. En tot in de middag. Tot alles op is. En niets meer te heel graag hem aan jullie aankondigen. Dat is Jelte Heringa. Ik was voorzichtig, maar in het echt speel ik vlammen van woede. Vuur leidt op als ik aan je denk. Ik ben 1 en al 13 jaar en niet echt tot reden te brengen. En ik luister aandachtig, je luistert aandachtig, maar ik zeg, ik zie dat je afdwaalt. Weet je zelf nog wel voor welke wereld je werkt? Dat alles voor ons, die drukte en afwezigheid, ja. Ik zie alleen wat je niet doet, waar je niet bent. Ik hoor alleen wat je niet zegt, maar het is voor ons. Die drukte en afwezigheid, ja, alles voor ons. Verkeerde geluidje, Jelte. Tussen weilanden door, ik was haast vergeten hoe je was. Gewoon hoe je was. En de stad kwam steeds dichterbij. We zouden eten in een rustig restaurant. En dan namen we de tijd om te praten, om alles eens uit te spreken. We zijn net twee volwassenen, zo samen gezellig uit eten. En ik luister aandachtig, je luistert aandachtig, maar ik zeg, ik zie dat je jezelf nog wel voor welke wereld je werkt, dat alles is voor ons,
misschien had aangeschrokken. Je hebt me aangekeken en wist geen uitweg te vinden. Ik was niet hard, maar eerlijk, ik was voorzichtig. Maar in het echt spuw ik vlammen van woede. Vuur uit op als ik aan je denk. Ik ben 1 en al 13 jaar en niet echt op vrede te brengen. Dankjewel, Eefje de Visser en Jelte Heringa. Eefje. Heel even. Heb jij stapels cd's bij je? Om stapeltje cd's heb je bij je en dvd's? Alles kunnen de mensen komen. Ben jij bereid straks te signeren? Kijk, u kunt haar vinden. Je gaat vast zelf dan wel naar dat steentje. Dat is wel zo praktisch. Het zijn luie donders hier, dus doe dat. Eefje de Visser, dankjewel. En dan onze volgende gast. Dames en heren, met veel plezier presenteer ik aan u Kees van Kooten. En in de tocht hier naartoe door een walk of fame, begeleid door applaus. Ja, een kleine introductie, volstrekt overbodig, maar ik zeg toch sinds jaren 60... vaste kracht op televisie, op de radio, satirisch Nederlands, of liefhebbers van satire in Nederland. Krantenwijk gelopen. Hier ja, ja. Walle Peermelkade 2, 14, 29, oversteken, 33, terug. Constant Rebecca Blijn, 8, ja, prachtige tijden. Ja? Ja. En in 98 plotseling gestopt. In één keer hield Kooten en de Bie hield op. Ja. En toen de liefhebbers die konden zich godzijdank nog vermaken met de stapels boeken die al verschenen. Bundelingen van columns in de Haagse Post onder andere. En later werd dat nog een veel en veel grotere stapel die bekroond werd met allerlei prijzen. En dan gaan we er nu hopelijk weer een aan toevoegen die ook tenminste in het prijzenrijtje wordt opgevolgd. Te gek boek Hartstochtjes is dit geworden. Voordat we beginnen... eigenlijk is dat gewoon het begin. Dat is een heel rare opmerking voordat we beginnen. Het is gewoon het begin. Je was heel lang verdwenen van televisie. In één keer weer terug. Vooral toch dankzij die documentaire van Koen Verbraak. Ja. In één keer moest het weer gaan over Kooten en de Bie. Ja. Ik ben niet helemaal beu dat het telkens bij Kees van Kooten maar daarover gaat. Ik heb het nu al gehad met Van Kooten en de Bie. Ja, toch? Ja, dat is geen omgekeerde toch een beetje alsof bescheidenheid je hoor, maar het is, ik zou er wel eens van af willen. Ja, maar het is alsof je Adolf Hitler de hele tijd van de Eerste Wereldoorlog alleen maar onthoudt. Ja, precies, toen ik een heel klein soldaatje was. Nou, precies. Ja, precies. Nee, dat is geen aanstellerij, maar ik vind het nu wel genoeg. En helaas moet ik nog een heel groot aantal banden doorspitten, want ik kan het niet aan mijn kinderen achterlaten. Die rommel, dat archief. Het moet nog bekeken worden. Ik wou dat ik het niet gevonden had. Ja, ik wou dat ik het niet gevonden had. Want ik wil door met andere dingen. Zoveel tijd heb ik niet meer. Dat is ook niet dramatisch. En ik ben kerngezond. Maar ja, 70. Laat ik nou eens consument eens blijven tot mijn 80ste. Dat is nog maar 10 jaar. Dat zijn maar 3.500 dagen. Oscar. En je bent zo stom geweest om die hele, al die dozen zelf mee naar huis te nemen. In plaats van dat je de helft gewoon bij Wim dumpt. Ja, maar Wim is klein behuisd. Wim zit altijd in hele kleine huisjes en hutjes. En dat is heel verstandig van Wim. Dus die heeft mij met die rotzooi opgescheept. En ik moet het dan een beetje archiveren en doorploegen. En ik zal het wel doen. Maar ik ga liever door met andere dingen.
Ja, want dan komen er dus in één keer weer allerlei interviews. Ja. Koen, die was daar de eerste mee. Dan moet je overal in één keer opdraven bij Opium, bij De Wereld Draait Door. Ja, mensen, ik ben zo stom geweest om dat fragment, dat we die banden, oude banden vinden, om dat erin te laten. Ik had tegen Koen kunnen zeggen, haal het in godsnaam uit. Want ik heb zonder overdrijving 15 mails en telefoontjes gekregen van journalisten die zeggen, nou, voor de Limburger wil ik wel een dag komen kijken. En dan ga ik reageren, ga ik opschrijven hoe jij naar die banden kijkt. Daar gaan we dan weer, snap je? En bij dat soort interviews betrap jij dan op hetzelfde als wat Mensje net zei, dat Nabokov-probleem, dat je dan ook zelf gaat kraaien als een kind? Ja, om pijnlijke pauzes te dempen. Oh. En, ja, nou, ik ben al bezig misschien. Ja. Ik wou je er subtiel op proberen te wijzen. Ja, dank je. Maar, en hij is goed. Heel goed. Zeer betrouwbaar. Leugens? Ook veel leugens? Ja, alleen leugens komen er dan uit. Bijvoorbeeld bij deze documentaire, hè? Ja. Kunnen we door naar het volgende plaatje? Ik had daar een vraag over. Ja. Wat zien wij hier? Hier zien wij drie duo's. Een lange en een kleine. Mijn moeder vond het altijd heel erg, heb ik ook tegen Koen gezegd, geloof ik, als ze zeiden, oh, jouw zoon is die kleine, zei mijn moeder. Hij is niet klein, maar Wim is 2 meter. Een leven lang heeft ze dat moeten zeggen. Dit zijn drie duo's. Hier zie je geluk vanaf spatten. Want ik doe er nu wel een beetje moeilijk over. Maar het was natuurlijk een hele gelukkige, dankbare tijd. We voelden ons heerlijk en boezemvrienden. En dan daarmee je tijd kunnen vullen en je geld mee verdienen. Het was natuurlijk prachtig. En bij die fantastische VPRO, die eerste netmanager was nog niet geboren. We konden doen wat we wilden. Het was een paradijs. Maar de vraag was, wat zie je hier? Wat valt hier nou op? En ik had het net over leugens. Leugens? Geen gezeik, iedereen rijk. Was het niet zo dat er in die documentaire beweerd is, dat was een van de curieuze dingen, we hebben het nog gelezen, Jean-Pierre Gele in de Volkskrant, die zei, wat we echt hebben meegekregen dankzij deze fantastische driedelige documentaire, is een feitje wat niemand wist, dat Coat en de Bee altijd op een bepaalde volgorde staan. Oh, ik sta altijd links, in welke rol dan ook. Dat is een leugen, Kees. Heb jij foto's die het tegendeel bewijzen? Nee, voor de kijker sta ik rechts. Toch overal? Maar wat is die leugen dan? Coat en de Bee, je zou altijd... Oh, dat is heel, heel goed van je. Hè? Ja, je hebt gelijk. Dat is een omkeer, dat heeft niemand gemerkt. De hele documentaire is gebaseerd op lulkoek. Ja. Nee, dat is zo. Ik zie dat shot waarin Koen ons filmde bij mij thuis aan tafel. En daar zit ik inderdaad links en Wim rechts. Maar Wim, het is Wim zijn schuld. Want Wim heeft gezegd, en zo zitten wij altijd. Let u maar eens op de scènes. Wij zitten altijd, Kees, rechts. Maar dat is het hele punt van, voor de kijker links en voor jezelf is het rechts. Hè? Maar je hebt volkomen gelijk. Ja, ik zat mijn hersens erover te breken. Fantastisch. Nee. Dat dit nou uit de wereld is, dat die documentaire gewoon geen knip voor de neus waard. Nee, heel goed. Noteer het even voor de zekerheid. Meteen, ja. En stuur een briefje. Een mailtje naar Koen vanavond. Mailtje, ja. Met vanavond nog. Koen, lul. Je hebt... je kunt links en rechts niet aan elkaar houden, joh. Laten we in godsnaam dan nu ook echt stoppen over Coten. Ja. Helemaal klaar mee. Ja. Ja. Nee. Er komt nog een 16 maart, dat is nu de zesde keer achter elkaar, is een boekenweekuitzending op het thema van de boekenweek. En dat luidt vriendschap en ander ongemak. En dan hebben we een uitzending. En na die drie uitzendingen van Verbraak, van Koen, hebben we ernstig tegen elkaar gezegd, nou niet weer typetjes. Niet weer iets met de vieze man over een boek of bij het signeren van Kang Michelt. Niet doen. Laten we een interessant blok nemen wat vergeten is uit 1986. En dat past wonderwel bij het thema. En ik vertel niet wat het is, maar het is één lange film. 16 maart. Ja. Dan zijn we er vanaf. Ja, dan ben je er vanaf. Ja. Goed zo. Laten we het in godsnaam hebben over je boek Hartstochtjes. Dit zijn verhalen die voornamelijk verschenen in Hollands Diep. Ja. En ook een aantal, eentje in het Algemeen Dagblad. Ja, een jaar of 10 in terug. In Meest Modernisme. Ja.
En nog enkele zijn her en der bij elkaar gegrabbeld. Ja. Ja. Waarom moesten die verhalen allemaal samen in één boek? Omdat ik dat leuk vond. Ja. En dan heb ik ze bij elkaar. En in het Hollands Diep heb ik er 15 geschreven. En die heb ik aangevuld en uitgebreid en herschreven. En toen dacht ik, dat zijn 15 verhalen over beelden. Dingen die mij opvallen. En laat ik eens even kijken of ik er niet een paar vergeten ben. En toen vond ik in 5 verschillende boeken nog een 5-tal verhalen. En toen had ik het allemaal bij elkaar. Alles wat mij geboeid heeft als neutrale, objectieve kijker naar kunst. Ik ben geen kunstkenner, maar dingen hebben mij ontroerd. En dan heb ik altijd de neiging om een rijm te maken tussen het verleden en het heden, zonder nostalgisch te zijn. Maar mijn opa woonde in de Barneveldstraat en was een hele lieve, knappe timmerman. En die zei over moderne kunst, ze kunnen het net zo goed ondersteboven hangen. Dat hebben meer mensen gezegd in die tijd. En als ik dan later stuit op een kunstenaar als César Domela, de zoon van Domela Nieuwenhuis, de grote SDAP'er, die kunst maakte die je inderdaad ondersteboven kon hangen, dan schaam ik mij een beetje voor de bewondering die ik voel voor die man en zijn werk. En dat ik zelfs iets van hem koop voor 10.000 gulden. Krankzinnig, dat was het jaarsalaris van mijn opa. En dan gaat dat wringen tussen dat verleden en dat heden. Maar dat wordt weer goed gemaakt doordat ik dan in Parijs op bezoek ben bij hem in het atelier. En na afloop koop ik een boek met zijn gouaches. En die gouache die ik heb gekocht staat ook in het boek, maar die staat ondersteboven afgedrukt. Dat vind ik dan zo'n mooie boog. En ik zweer dat er niets in staat wat gelogen is. Zo'n mooie boog. Dat ik dat op die manier rondmaak. Dat was precies mijn vraag. Is dit non-fictie? Of zit er fictie, zitten door dus, dat soort leugentjes? Er zitten een paar opzettelijke leugens in, maar die zijn om de lezer te prikkelen. Als ik een verhaal vertel over het kruiswoordraadselen, wat mijn ouders en grootouders deden, legpuzzelen, wie doet dat nog? Dan zeg ik aan het eind, en daarom is het schandalig, omdat ik ook een legpuzzelaar ben geworden, dat onder dit anti-kunstkabinet de btw op legpuzzels van bosgezichten en zeeschepen 6% blijft, maar de btw op legpuzzels van beroemde schilderijen 19%. Dat is een schandaal. Zo zitten er nog een paar leugens in verstopt om de mensen satirisch wat te prikkelen. Het zijn allemaal verhalen die als volkomen uit losse pols op papier lijken gekomen. Ja. Is dat zo? Nee. Nee, ik was zo blij met Hollands Diep. Dat is inmiddels weer verdwenen. Dat was jammer, een mooi blad, omdat het een 2-maandelijkse frequentie had. En in de jaren dat ik, oh hij is godzijdank weg, met Wim, hadden we nooit tijd om lang aan dingen te werken. Door dat moordende tempo van die tv-uitzendingen en de productietijd. En we maakten bijvoorbeeld bescheurkalenders met korte teksten. Ik schreef columns voor de Haagse Post, waren korte teksten, herinneringen aan mijn ouders, mijn overleden moeder, waren allemaal korte, dunne boekjes. En nu kreeg ik ineens de tijd om 2 maanden aan 1 verhaal te werken. En schrijven, ja, daar valt weinig over te zeggen. Het is zitten blijven tot het er staat. En je kunt wel eerder opstaan en denken, ja, is wel goed zo, en dat pikken ze wel, maar je kunt jezelf niet belazeren. Het is zitten blijven tot de staat. En ik kon 2 maanden werken tot ik het verhaal echt volmaakt vond. En daardoor lijkt het misschien makkelijk geschreven. Maar dat is 2 maanden fix werken per verhaal. Maar voor mij is het een ontdekking, dit schrijven. Ja? Ja. Maar dit was waar je zin in had. In 98 was je beu. Precies, ik wilde fulltime schrijven. En af en toe daaruit voorlezen. En dat doe ik ook. En wat is daar de pret van? Wat is de lol van het schrijven? Er dichterbij komen bij je eigen hete brei. Waar je eerst op de ene omheen loopt. Dichterbij komen. Eerlijk zijn. De inhoudsmaat van jezelf leren kennen. Het verschil tussen het juiste en het op één na juiste woord is het verschil tussen een bliksemflits en een glimwormpje. En die dingen kun je alleen ontdekken door te blijven zitten. Te blijven zitten. En af en toe te lezen, ook niet te veel. Want dan raak je maar weer in de war van. Maar je vast te bijten in iets. En dan het geluk van het schrijven is het keepersgeluk. Zoals ik nu net zei bij die opa, ondersteboven. En dat dan aan het eind van het verhaal bij mij in dat storytje ook zo is.
Ik heb een verhaal geschreven over die boekenvloed waar we allemaal in dreigen te verdrinken. En ik heb daar een oplossing voor gevonden. Ik heb er ook veel te veel, 3000. Ik heb de boeken van mijn ouders ook nog bewaard. Weet je wel, winden waaien om de rotsen, eeuwig zingen de bossen, de weg tot elkander. Die gooi je niet weg. Maar ik heb ooit in de Vreeswijkstraat nummer 174 in het Zuiderpark, heb ik met mijn schoolvriendje Robbie Vonk een buurman, een overbuurman. Dat was de heer van Nieuwenhoven. Die had zo'n enge hoge fiets met dubbele stangen. Die zat bij de zedenpolitie. En die heeft 3 keer een rubberen voetbal van ons kapot gesneden. Dat mocht toen nog, hè? Pakten ze die bal zo en dan pst, met een zakmes. Ja, niemand. Een spong was er nog niet om je te verdedigen. En toen hebben wij uit wraak 6 regenachtige woensdagmiddagen over gedaan om een dreigbrief in de bus van meneer van Nieuwenhoven te doen. Want hij had een hele mooie vrouw. Die had 2 keer grotere borsten dan de moeder van Robbie en mij bij elkaar. Mevrouw van Nieuwenhoven. Dus we hadden een tekst gemaakt en hadden we geschreven, beste meneer van Nieuwenhoven, u heeft heus een mooie vrouw, maar haar gleuf is ons te nauw. En dat hadden we ondertekend met iemand anders. En het begrip gangbang bestond natuurlijk nog niet. Dus, nou, en die man die dacht dus, wie heeft de potverdomme aan mijn vrouw gezeten in de straat? En ze zijn ook verhuisd, die mensen toen, 2 weken later. En toen, hè? Willy? Giddy ook. Wij zijn ook verhuisd. Ja, we moesten weg, want dit was als de dood. Maar toen, daardoor kwam ik op het idee, dat herinner ik mij, toen ik op een avond de hond uitliet. En dacht, en al die huizen zag, met al die geheimen, en al die mensen, en al die smaken, lichten aan. Ik dacht, weet je wat ik ga doen met mijn boeken? Ik ga ze net zo stiekem in de bus doen, die je kwijt wil, als we toen met Robbie Vonk en dat briefje hebben gedaan. En nu als ik ergens voorlees, neem ik een tas boeken mee. En na de lezing, rond het theater, gooi ik zo in alle bussen eentje. Ik wil niet weten wie er woont. Het zijn fantastische boeken, dubbele exemplaren. Zo ruim ik het op. Je hebt je linnen tasje nu bij je met ja, boeken? Ja, achter in de auto. Ja, altijd. Hoeveel zijn dat er? Nou ja, het is een beetje hoogbouw hier in de buurt. Dus ik zal toch terug moeten naar de Varenheidstraat of zo. Maar dan rijd ik met Manny dan wel even doorheen. En dan dumpen we het samen. Maar dus één boek kan iedereen er toch wel bij hebben. Dat, ja, ja. Waarom? Geen briefje erbij, nee, helemaal niks. Nee, niks. Nee. Als jij een boek vindt op je deurmat 's ochtends, ga je toch even kijken. Leuk, wat zou het zijn? Alinea lezen. En als je het niks vindt en je hebt geen achterdocht, dan gooi je het weg. Maar ik kan het zelf niet weggooien. Dus dit is mijn oplossing. Kom je ook eens bij mij in de buurt in Utrecht optreden? Heel graag. En ja. Dan, hop. Ja, heel graag. Ik kan namelijk nog 1 boek gebruiken, precies. Oké. Verder in dit boek, hartstochtjes, allemaal dingen waar je hart sneller van gaat kloppen, waar je een tocht voor hebt ondernomen, ja, waarvoor je, ja, als het even kan, ook richting Frankrijk bent, ja, geweest. Ja, ja. Dingen waar je hart sneller van gaat kloppen, dat is bijvoorbeeld de tekenaar Sampé. Ja, Sampé, kent? Petit Nicolas. Le Petit Nicolas. Hij is een jaar of 80 nu een geweldige tekenaar en een ongelofelijke productie. Covers voor de New Yorker maakt hij. In Paris Match staat hij wekelijks. Cartoons. En dat is een tekenaar die ik zeer bewonder. Omdat hij... Al dat gepriegel dat we hier achter ons, ja, zien. Ja, dit is Sampé. Dit is Sampé. Heel geestig, zie je. Hij maakt ook kleinere tekeningen dan de volgende. En altijd zit er wel een mannetje ergens of een vrouwtje. Het gaat over geluk. Het gaat over geluk dat een metropool nog zo overdonderend en lawaaiig kan zijn. Maar dat je voor jezelf, dat geldt ook voor schrijven en dichten, een plekje kunt omheinen waarbij je daar niks van aantrekt. Dit ook, zo'n mannetje dat, ja, oké, okay, een vliegtuig groet. En wat vind je hier zo mooi aan? Wat ontroert dit je? Het ontroert me omdat ik zelf ook de neiging heb om dat te doen. Naar een vliegtuig te zwaaien. Ik heb het wel eens gedaan in die verkoopte tapieten. Er was een man die wel heette Cor van der Laak en die wilde alles regelen. Met 2 van die pannen stond hij ook. Als, ja, niet dat was. En dat is dit. Maar de lijntjes, de hele simpele lijntjes, zo half uitgewerkte fiets, dat is fantastisch. En hoe komt dat nou, die Franse hang van mij? Dat is omdat wij, ik ben van 1941, mijn vader was vertegenwoordiger bij Van Rijmen en nam op de Fruitweg. Die had een auto dus als vertegenwoordiger. En wij reden niet naar het noorden in die tijd, maar naar het zuiden.
En mijn vader was avontuurlijker dan België. Dus we reden naar Frankrijk. En dan hadden we een tentje bij ons. En dan gingen we over de Route Nationale. En dan zag je een Hollandse auto aankomen op een kilometer. HX48453, HZ2929. Je wist, die komt uit Noord-Holland, die komt uit Zuid-Holland. En als die daar erbij kwam, dan zwaaiden we. En dan stopten we. En dan stopte je uit. Waar gaan jullie naartoe? Nou zo. En jullie? Ja, wij gaan zo. Oh. En dan adresuitwisseling op bierviltjes. Gauw afspreken een reunie te houden. En weer door. En na 5 dagen was je dan op een camping. En we hadden geen cassette recorder en we hadden geen puzzels en we konden niet computerspelletjes doen. Maar mijn zusje en ik deden, gingen we, 's ochtends, de derde dag zeiden we, vandaag heb jij Dubonnet en ik Suze. En dan telden we de muurreclames. Dubonnet, Dubonnet, Dubon, Dubon, Dubonnet. Suze, Suze, Suze. En dat heeft zo'n ongelofelijke indruk gemaakt en daar vermaakten we ons de hele dag mee. En dat waren kleuren. En ik wil niet nostalgisch gaan mopperen, maar dat zijn kleuren die zijn verdwenen. Onze oude postzegelkleuren. Jongens van mijn leeftijd. Het sepia, het groen, het grijs, het blauw. Ze zijn weg. En dan schrijf ik dus een verhaal over dat Dubon, Dubon, Dubonnet. En wie dat gedaan hebben, die reclameschilders. En ik heb zo'n man gevonden, die vertelt me dan hoe dat ging. Fantastisch verhaal. En dan aan het eind, want het gaat naar een gelijkenis toe, het hele verhaal samenvallen met mezelf. Aan het eind is er dan een verhaal over de gebotoxte kleuren die ik tegenwoordig overal zie. Ik noem ze gebotoxt. Het is geen lavendel meer, het is hard paars. Het is geen grijs meer, het is poepiebruin. Je kent ze wel, kijk hierachter naar de muurreclames ook. Er zijn kleuren verdwenen, zoals er geluiden verdwenen zijn. Het moet hard, het moet schreeuwen. Nou, en zo werk ik dan met mijn liefde voor Frankrijk naar een punt toe. En behandel ik ook 2 Franse schilders die dezelfde sentimentaliteit aan de dag leggen als ikzelf. Dus Albert Marquet en Frans Mazereel, kun je eigenlijk wel een Fransman noemen. Die maakte fantastische houtsneden. In Frankrijk kom je dan op een gegeven moment bij een brocante. Ja. Maar tot jouw grote verbazing, wat hangt daar? Een Saint-Pé. De brocante is leeg en op de deur van het kantoortje, die open stond, was op de binnenkant geprikt een lito. Een lito van Saint-Pé. Tenminste, ik zag hem. Ik dacht, dat is Saint-Pé. Dat bestaat bijna niet. En ik riep, il y a du monde. En kwam een man naar voren, een slaper nog. Die had op een van zijn 27 eigen bedden liggen pitten. En je kent dat wel, zo'n brokante met allemaal gescheiden vorken, messen en Duralex glazen. Maar die Saint-Pé. Dus ik vroeg heel achterloos, is dat te koop, die Saint-Pé? Ja, zei hij. Ik dacht, jezus, zal het niet waar zijn. Ik dacht, ik ga tot €250, mijn originele Saint-Pé-tekening. En ik zeg, hoeveel kost die? En die man keek me een beetje achterdochtig aan, die zei, €40. En ik zei, 50. Meteen, zo blij is je. En die man zei, en ik keek, dacht, wacht even, zo gek krijg ik niet elke dag in de zaak. Dus die keek naar die Saint-Pé, weer naar mij, en die zei, Swassant? Yeah. Ik zei, Swassant dies. En dat ging zo door tot 100. Want hij ging met €20 omhoog, hè. Swassant dies, 80 dies, oui. 100, et pas plus. En toen, hij hangt in de keuken nu thuis en ik heb hem dus. Een echte Saint-Pé. Een marktscène. En daar ontdek ik dan ook weer iets in waarvan ik denk dat het een boodschap van Saint-Pé is. Hij heeft daar op die lito iets achterstevoren, 2 zevens achterstevoren gezet. En zevens, zelfs mijn kleinzoon heeft het ook en ik had het ook. Zevens zijn de eerste cijfers die je, of de cijfers die je het langst achterstevoren blijft schrijven. Dat is mijn ervaring. De 5 begin je ook, andersom. Mijn moeder was kleuteronderwijzeres en die leerde mij ook petje, halsje, buikje. De 5. En nog steeds hoor, als ik nu een groot bedrag moet overmaken, ik ben 70. En ik doe dat met een postgiroboekje, zit ik nog voor mezelf. Petje, halsje, buikje. Petje, halsje, buikje. Dat blijf je doen. Dus op die lito van Saint-Pé ontdek ik ook dat de 7 achterstevoren staat 2 keer. En ik denk dat het een boodschap is voor elke Petit Nicolas om dat op te zoeken. Nog iets in Frankrijk wat jouw hart sneller doet kloppen, dat is het satirische tijdschrift L'Assiette au Beurre. De Horen des Overvloeds, satirisch tijdschrift van rond 1900. Ja. Satire moet jou aanspreken.
Dat doet het. Met de orde van de dag. En Oscar doet een fantastisch programma in Utrecht in de Schouwburg. Elke maand, in één dag, maken ze een satirisch programma. Dus daar wilde ik, toen ik vrij was van Koot en de Bie, heel graag één dag zijn. En dat is buitengewoon stimulerend om in één dag de werkelijkheid in Nederland, of nog wat groter te vatten. Je zou toch niet aan moeten denken dat je morgen het moet doen. Vandaag. Nee? Nou ja, jawel, maar juist. Het wordt zo onbevattelijk. Onbevattelijk dat zelfs de NRC gisteren die voorpagina gewoon maar erop zet. 9000000, petje, halsje, buikje, noem maar wat. We kunnen alleen nog maar die grote bedragen noemen. De beste satirische bekroonde cartoon was van Jos Collignon. Heb je misschien gezien uit de Volkskrant. Dat is een prachtig rijtje mannen in krijtstreep pakken. Bankier, regering, bankier, regering, bankier, regering. De een haalt het uit de achterzak en geeft het in de achterzak van de ander. En het gaat zo gewoon door. We weten bij God niet waar het heen gaat. Dus Lachette au Beurre was een satirisch blad rond de eeuwwisseling. En daar werkten grote kunstenaars aan mee. En dat waren Lino's en Etse. En dat was prachtig van kleur. Dat waren die oude kleuren. Hebben ze hier, ja. En kijk dit. En Valoton zat erbij. En Kees van Dongen. En Carandage. Allemaal grote tekenaars. Maar het was controversieel. Het werd regelmatig verboden. En het werd in beslag genomen. Het haalde vaak de Parijse kiosken niet eens, want dan was er gelekt. Het was een buitengewoon links-anarchistisch blad natuurlijk. En het was veel te goedkoop voor de druktechnieken. Die eigenaar, Schwartz, die wilde die druktechnieken, die lino's en lito's, steeds meer verfijnen en de kleuren beter toepassen. Over verdwenen kleuren gesproken, dit. Kijk, dat is bijvoorbeeld niet het blauw van Albert Heijn? Precies, van Albert Heijn. Maar dit is een blauw wat er ook niet meer is, hè? Bedoel ik. Nou, dus het werd onbetaalbaar. Dus voor de man in de straat die eigenlijk het blad als een hart onder de riem had moeten ervaren, was het niet langer te betalen, Lachette au Beurre. Maar iedere keer als ik in Frankrijk ben en ik vind er één, dan koop ik hem. Je hebt de man op straat een hart onder de riem gestoken. Zelf heb je zo'n soort tijdschrift gehad toen je nog op het Dalton Lyceum zat. Hoe heette het? Kebra? Zebra? Oh ja. Nee, dat was jouw schoolkrant? Dalton Klanken heette die schoolkrant. En met Wim samen, en Wim zat in de vierde en ik in de tweede, vonden we dat er meer poëzie in moest. Want het was de tijd van de vijftigers, de experimentele. En toen noemden wij de bijlage van Dalton Klanken Zebra. C-E-B-R-A-H. Dat was ook de naam van onze cabaretgroep in Den Haag. En dat stond voor? Dat stond voor niets. Ah. Dat was het nou juist. Dat wij dan konden antwoorden. We rookten allebei een pijp, hadden allebei een alpine op. Als de mensen zeiden, 14 wat en 16 jaar. Wat betekent dat zebra? Konden wij zeggen, niets. Dat is experimenteel. Is het vaak uit de schappen gehaald daar op school? Nee, het werd gestenseld. Wie kent nog het geluid van de stenselmachine? De geur en de lucht. Precies. Dus nee hoor, we hadden al genoeg zelfdiscipline om het niet te gek te maken. Alle nummers hebben kunnen verschijnen. Dat het niet te gek gemaakt wordt, dat is ook een van de hoofdstukken hier, het gaat over Lachette, waarin je zegt, goede satire, ja. Ik moet het misschien gewoon proberen te... Wacht even. Ja? Ga je sneller dan ik? Is dat het? Jou, hier. Is hier de interviewer. Het wachten is op de dag dat christenen en moslims niet langer protesteren tegen de belediging van hun religie, maar allereerst tegen de armoedige kwaliteit van de cartoons, sketches en films waarin God en Allah worden afgezeken. Zoals waarachtige liefhebbers in de opera, Manny, nog wel eens massaal boe roepen wanneer zij een uitvoering onder de maat achten. Ik acht het gunstig voor de algehele beschaving wanneer er zoveel mogelijk groepen mensen om dezelfde grap kunnen lachen. Dit betekent dat de bedreven humor gelaagd moet zijn. Hemels en duivels en absurd en keihard en subtiel en grof en poëtisch, zodat een ieder zich, tenminste glimlachend, in hetzelfde staaltje satire kan vinden. Een onwerkelijke, ideaal situatie, maar dit laat onverlet dat elke spotgrage cartoonist of schrijver of cabaretier steeds opnieuw uit alle macht op zoek moet naar de killing joke, in de terminologie van Monty Python's Flying Circus. En met de armoedigheid van de cartoon bedoel je in dit stuk op Westergaard? En ja, op Gregorius Nekschot. Ja, de twee Nederlandse anti-moslim
cartoons. Of de Nekschot maakte een Nederlandse anti-moslim cartoon in het voetspoor, het kielzog van Westergaard. Ja. En ik vind het, nou ja, maar dat wordt zo persoonlijk. Ik vind het niet leuk. Ik vind het niet scherp. Nee, helemaal niet. Met een woordspeling er ook nog in. Nee, ik vind het niet. Weet je. Het is ook zo verschrikkelijk moeilijk om een, laten we van die islam even afblijven. Maar om iets wat aan de hand is in een simpele tekst, zonder woordspeling en een simpele tekening te vangen. En ik geef altijd maar als voorbeeld Kamagurka, de geniale dadaïstische Belg, Luc Zeebroek. Elke dag, nu al 30 jaar lang, op de voorpagina van de NRC. Zijn mindere dagen bij, maar ook briljante dagen. Vorig jaar was er een bericht dat veel telefoneren zou helpen tegen Alzheimer. Dan maakt Kamagurka een tekening van een man die staat met een mobieltje en die vraagt, met wie spreekt u? Volgende cartoon van Kamagurka is ook een aardig voorbeeld van Kamagurka, ja. U woont hier trouwens leuk. Heeft u die boeken allemaal gelezen? Nee, alleen geschreven. Ja. En we hebben er nog eentje in ons archief. Ja, wat goed. Optimisme rond Iran. Het zou om een milieuvriendelijke atoombom gaan. Hij verzond bijvoorbeeld ook het woord precisiemissers. En de uitvinder van de dinsdag. Nee, van de woensdag. Ja, man staat voor het raam. Uitvinder van de woensdag staat erboven. Een man zegt, ik weet het nog goed. Het was op een dinsdag. Maar de essentie van satire omschrijf je hier in dit boek. Dus ik acht het gunstig voor de algehele beschaving wanneer er zoveel mogelijk groepen mensen om dezelfde grap kunnen lachen. Ja, ja, ja. Klinkt ook een beetje lafjes, of niet? Nee, het is grote kunst dan. Zouden er nou echt mensen bestaan? Ik zie de rijen hier 300 meter verderop nog voor me. De Cineac. Als er stond dat er een Laurel en Hardy film was, dan stonden de rijen keurig zonder voordringerige types zo. Je wachtte 3 uur tot je naar binnen kon. En er was niemand die niet lachte. Zou dat iemand zijn die niet om Laurel en Hardy kan lachen? Zou dat iemand zijn die het meisje met de parel van Vermeer niet een prachtig meisje vindt? Dat moet ook voor satire en humor kunnen gelden. Moet ook kunnen. En dan hoeft het niet zo hard te bijten, tegen schenen te trappen. Dat hoeft niet per se. Als je die vertraagde lach hebt die u net even had, met wie spreekt u? Nee, echt waar. Als je hem even hebt en dan betrap je jezelf en je schaamt je even om je tijdelijke onnozelheid van 1,5 seconde. En daar lach je ook weer om. Die lach bedoel ik. Dat is de mooiste lach. Zoals Wim Kan zei, in Diligentia ging ik met mijn ouders naartoe. Ik was 12, ik mocht mee. En na het eind, aan het eind van zijn ABC-cabaret, die fabuleuze conferentie, waarin hij had gezegd dat het allemaal toch niet zo best ging en dit en dat, terwijl het prachtig ging toen, zei hij aan het eind een keer op een avond, maar mensen, het is heel simpel, als ieder mens één ander mens in de wereld gelukkig maakt, zijn we allemaal gelukkig. Lachte de zaal, en dan wachtte hij tot ze uitgelachen waren, zei hij, tenzij we een oneven aantal mensen hebben. Kan niemand niet omlachen. Je haalt in dit boek de Turkse dichter, ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek, Nazım Hikmet. Ja. Haal je aan. Met het citaat, we kunnen het hierachter meelezen. Oh ja. Vanaf de wiegeliederen die de moeders zingen tot de berichten van de nieuwslezer. Overal in de wereld de leugen overwinnen. In ons hart, in boeken, op straat. Wat een fantastisch geluk te begrijpen, liefste. Begrijpen wat er rondom ons heen gebeurt. Kan het duidelijker? Heb jij dankzij de satire en dankzij dit schrijven de wereld om je heen, wat rondom ons heen gebeurt, beter begrepen? Beter begrepen. Je denkt dat je het wel begrijpt, maar je begrijpt ook niet dat er met zulke lompheid en zo'n brutaliteit en zulke oogkleppen zo door mensen gewerkt wordt aan het hun leven lang belazeren en oplichten van andere mensen. Dat begrijp je niet. Nee. Dat er toch mensen hun hele leven bezig zijn. Als ik nou dit ga doen en dat ga doen en dit en dat. Het is niet te geloven. Die Vestia-man. Die staal. 3,5 miljoen maar weer.
Die lul! En van een Hans Hille. Ja! Die een boek bij de slechte van €3,90 declareert. Ja. Maar ook een kussentje van de Xenos. Ja! Het is om gek van te worden. En wat kan de kunst daartegen doen? Bij elkaar zitten, luisteren, lezen. En af en toe vreselijk tekeer gaan als het moet. En nou ja, het rare is, je zegt dan wel, er zou toch altijd weer een nieuwe vorm van satire moeten komen. Maar volgens mij is die er al. Ik ben helemaal niet zo gek van De Wereld Draait Door. Maar kijk wel altijd. Maar toch zitten er populistische trekjes ook in. Ja, maar goed. Oké, mooie dingen. Maar bijvoorbeeld hoe gisteravond Wilders, Geert Wilders. U weet dat het anagram van de naam Geert Wilders is Gisterwereld. Dat is het anagram, hè? Maar die zei gisteren tot 10 keer toe in verschillende rubrieken. We zijn geen cijferfetischisten, hè, bij de BVV. Dan heeft De Wereld Draait Door toch snel tussen 7 en 7:30. En dat is de winst van de huidige technieken. Een montage gemaakt waarin hij dat 20 keer zegt. Daar valt niks meer tegenop te spelen of te parodiëren. Ik bedoel, dat is de nieuwe satire. En ook die Lucky TV, over Leers naar Polen, wat hij gisteren deed, was ook briljant. Dodelijk. En als je het zou moeten spelen, kost het veel te veel. Als je het aankleedt, een leger dat paradeert voor Leers. Maar op die manier, ik geloof dat dat een nieuwe satirische vorm is. En dat is wat jij gaat doorgeven aan je kleinzoon ook onder andere. Dat is aan het einde, wordt hij opgetild. Ja. Hij heeft namelijk gezorgd voor jouw omslag. Ja, moet ik even de laatste 3 regels lezen als je het goed vindt. Nou, heel graag. En daar werkt het boek naartoe. Het gaat naar het samenvallen met mezelf. Dat ik er vrede mee heb, ondanks alles wat ons omringt. En dan mopper ik een beetje, omdat het gaat over de kleuren die er niet meer zijn. En een beeldhouwer als Dwayne Henson die prachtige polyesterbeelden van mensen maakte, die er ook niet meer is. En dat ik ook een paar keer getekend en geschilderd ben en gefotografeerd. En dat ik mezelf nooit vind lijken. Maar dan, dat laatste stukje. Dan val ik samen met mezelf eindelijk. Omdat ik had rondgebazuind dat ik absoluut geen feestelijke rugbaarheid wilde geven aan het niet te bevatten feit dat ik, als alles mee zat, binnenkort een officiële 70-jarige oldtimer zou worden, zat ik toen het eenmaal zover was op woensdagavond 10 augustus 2011 te midden van mijn allernaasten aan een tafel op het terras van restaurant Bourgade in het Sevenolse dorp Saint-André-de-Volborgne. Het was weer eens van dat weer dat je zou willen vastpakken om er een warme bal van te kneden en bij je te steken tegen de herfst en de winter van straks. Het dorpsplein klaterde van de vrolijke kinderstemmen, giechelende vrouwen, bulderende mannen, klinkende glazen, tinkelende vorken en messen en tevreden klotsende jeu de boelballen. Wat ben je aan het tekenen? Vroeg ik aan mijn kleinzoon, die inmiddels 7 jaar oud, precies 10 maal jonger dan ik, tegenover mij zat. Jouw Eep, antwoordde hij, want dit is voor je verjaardag. Moet ik stil blijven zitten? Vroeg ik begeerig. Nee, kijk maar gewoon heen en weer, luidde het professionele antwoord. Waarna hij zijn tongpuntje van tussen zijn lippen naar buiten perste. Zijn tekening werd het mooiste cadeau van die dag. Sindsdien kan ik mijn ogen er niet van afhouden. Nog nooit heb ik zo op mijzelf geleken. En dan tot slot een vrij belangrijke vraag, denk ik. Heeft Roman, je kleinzoon, heeft hij hier ook royalties voor gekregen? Hij moest even denken toen ik vroeg of ik het mocht gebruiken, de tekening. Hij was bezig aan het legoen en hij had een heel klein raketje gemaakt. En toen keek ik goed en toen zei ik, wat is dat? Waar gaat het? Hij zei, dat gaat naar de maan. Ik zei, oké. En toen keek ik goed, zat er een ander, niet Lego-achtig poppetje in. En toen vroeg ik, wie is dat? En toen zag ik in zijn ogen, en dat is het mooie, je herinnert je ineens door de ogen, mensen weten het ook met haar kleinzoon, door die ogen kijkend zie je jezelf en je weet hoe je ouders probeerden te belazeren. Dus hij zei, en ik ga in dat raketje naar de maan, want dat ben ik. En toen wachtte hij even, dacht hij, wacht even, ik moet een overtuigender statement hebben. Toen zei hij,
maar toen had ik andere kleren aan. En toen zei ik tegen haar, maar vind je het goed als ik deze tekening gebruik op mijn boek? Zei die, ja, vind ik wel goed. En toen kwam die en het boek kwam uit en hij zag het en vond het heel, ja, was tevreden. Hij zei, maar zet er wel in dat ik heb gezegd dat je gewoon mocht bewegen. En toen was hij bij het kringgesprek op school en toen zei de juffrouw, wat hebben jullie gedaan het weekend? Zei die, ik heb een omslag gemaakt voor het boek van mijn opa. Oh, zei de juffrouw. En zei die, maar omdat ik nog minderjarig ben, krijg je daar geen horarium voor. Maar we zijn naar Bart Smits gegaan en ik heb zo'n Lego-doos gekregen. Dat was het. Kees van Kooten, ik dank je hartelijk. Boeken zijn daar te kopen. Ik neem aan dat je bereid bent te signeren. Ja. Perfect. Ik vermoed dat datzelfde geldt voor Mensje. Mensje? Ja, is dat een ja? Heel erg goed. Dan zijn wij bijna aan het einde gekomen van dit programma. Ik wil alvast mijn gasten heel hard danken. Maar eigenlijk wil ik liefst meteen door naar die prijsvraag. Want u maakt kans op die twee prachtige boeken die hier vandaag zijn besproken. Het is tijd voor de quiz. Ja, en dat moet staand. Dat heeft het iets meer cachet. Het is heel simpel. U kunt winnen. Liefde heeft geen hersens en het boek Hartstochtjes. Daarvoor moet u een aantal vragen goed beantwoorden. En vraag 1 is, wie wil meedoen aan die quiz? Ja. Ja. Nou, dan heb ik een opdracht voor u. Gaat u staan. Het is zo dat deze quiz bestaat uit multiple choice vragen. En ja, u doet mee. Tuurlijk wel. Anders moet u gaan dokken. Zijn hartstikke dure boeken. Wat denkt u nou? We hebben een paar vragen. En u antwoordt door het opsteken van de linker, dan wel de rechterhand. We beginnen bij vraag 1. De Haagse dichter Adriaan Bontebal overleed op 12 februari jongstleden. Welke uitspraak is van hem? Is dat linkerhand omhoog? Om hem niet uit zijn evenwicht te brengen, sla ik mijn kat ook op dierendag? Of is dat rechterhand de enige vorm van geluk die ik ken, is me ongelukken bedenken die me nog niet overkomen zijn. Linker of rechterhand? Ah, volgens mij ruimt dat al lekker op, want u bent heel erg gedifferentieerd. Dames en heren, het juiste antwoord is linkerhand. De rest mag gaan zitten. Wat een sufferd zijn jullie. Ja, oh, er is er nog één over, weet toch niet. Dat andere citaat, is er iemand die weet van wie dat dan wel was? Helemaal niemand. Het klonk wel heel imposant, hè? Ja, het is van W.F. Hermans. Ja, die deed dan toch niet helemaal onder voor Adriaan Bontebal. Vraag 2. Met hoeveel mensen zijn we nog? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Heel goed. Dan gaan wij naar de tweede vraag. Op 8 maart gaat de film Extremely Loud and Incredibly Close in première. Wie is de auteur van het gelijknamige boek? Is dat linkerhand Jonathan Franzen? Jonathan Franz? Is dat rechterhand Jonathan Voor? Ja, dat is op... Nou ja, nee, er is toch enige discussie. Ik ga u uit uw lijden verlossen. Het is rechterhand Jonathan Voor. Jonathan Safran Voor. Dan gaan wij naar vraag 3 voor al nog minder mensen. Hoe heten de eerste typetjes van, ja, we gaan de namen toch noemen, Cote & Bie? Zijn dat linkerhand de cliché-mannetjes of rechterhand Jacobsen en Van S? Nou, dat valt me reuze mee van... Is dat, ja, dat valt me reuze mee van u. Linkerhand de cliché-mannetjes. Niemand gaat weg. Dan gaan wij nu naar vraag 4. Vorige week verscheen de 50ste deel in de Perpetua-reeks van uitgeverij Atheneum Polak. Deze serie bevat de 100 beste boeken van de wereld. Welk boek is het 50ste deel? Is dat Franz Kafka Het Proces? Of is dat rechterhand Mutatuli Max Havelaar? Toch weer twijfel. En ik moet even naar de jury kijken, want volgens mij heeft de jury het oorspronkelijk verkeerd gezegd. Jury, klopt het dat het goede antwoord is rechts Multatuli Max Havelaar? Jury zit driftig te overleggen. Het goede antwoord is Multatuli Max Havelaar, rechterhand. En dan gaan wij nu naar een belangrijke vraag die verder gaat op Max Havelaar. Hoeveel mensen hebben we er over? 1, 2, 3,
4, 5 mensen. De hoofdpersoon uit Max Havelaar, Droogstoppel, is makelaar in koffie. Hij woont op de Lauriergracht. We gaan een shootout doen. We hopen dat u er dichtbij zit, dan wint u. Wat is het huisnummer? Dat is niet waar. Ik heb het net opgezocht op de sites van... Het spijt me verschrikkelijk. Ja, en anders krijgen al die mensen een gratis boek van de bibliotheek. Op welk nummer woonde hoofdrolspeler Droogstoppel? Hij woont op de Lauriergracht, maar welk nummer? Ik ga de microfoon bij mensen onder de snuffert duwen. En als u er dichtbij zit, wint u die boeken. 23. Jury, onthoudt u het? 127. Ja, je weet niet hoe lang die straat is ook, hè? 76. We onthouden alles. 76 hebben we ook gehad. Wat is uw idee? 1. Ja, was het proberen waard. En we hebben... U doet nog mee? 50. Zijn er verder nog deelnemers of heb ik nu iedereen gehad? Dan denk ik dat wij... Oh, pardon. Een winnaar gaan hebben. Iemand zei 23. Iemand zei 50. Dan kan ik u vertellen dat met 1 puntje verschil de winnaar is degene die het dichtst bij 37 zat. En dat is net nummer 50. Mevrouw, kom naar voren. U wint deze 2. U wist het gewoon toch van 37? Dat houdt spannend. Nee, wist ik niet. En als laatste kan er 1 puntje naast zitten. Het was een gok. Ja, het zat er ook best wel veel naast eigenlijk. Ja. Ik heb voor u 2 boeken. Liefde heeft geen hersens en hartstochtjes. Wat is uw naam? Marieke, ik vraag een heel groot applaus. Het hele publiek is hartstikke jaloers. Marieke, dankjewel. Laat die boeken signeren. En ik dank je voor het meedoen. Ik dank u allen voor uw komst. En ik dank natuurlijk vooral ook de gasten die hier waren. Muziek was van Eefje de Visser. En wij hadden te gast Kees van Kooten en Mensje van Keulen. Verder gaat een groot applaus uit naar alle mensen die hier bij de bibliotheek voor en achter de schermen hebben meegewerkt aan Literatuur Late Night. Ik heet u van harte welkom. 22 maart speciale Boekenweek editie en 13 april weer een reguliere. Mijn naam is Oscar Kokke. Ik dank u voor uw komst. Een fijne avond. Tot ziens.